Marco van Basten, 3-0 overwinning op de Graafschap is op zich prima. Het was wel duidelijk van een wedstrijd tussen twee Europese verplichtingen in. Dat klopt, ja. Nou goed, we hebben in de afgelopen weken vrij veel wedstrijden moeten spelen. Nou, afgelopen donderdag was een hele zware wedstrijd waarin we de tweede helft met z'n 10 hebben moeten knokken. Om in ieder geval die 2-1 achterstand in stand te houden. Dat heeft veel energie gekost, nou, dat kon je zien. Er ontbrak een beetje aan scherpte en fysiek in deze wedstrijd. En ondanks dat hebben we in ieder geval geen schade opgelopen, 3-0 gewonnen. En we kunnen op weg naar de komende woensdag. Dat was ook ons doel eigenlijk, om niet te veel krachten te verspillen en toch een goede overwinning eruit te slepen. Je merkte gewoon aan de ploeg dat de vermoeidheid er nog een beetje in zat. Ook met het oog op woensdag, aantal spelers die niet gespeeld hebben, Ismael en Eno. Dan moet je dat opvangen. Ja, een aantal spelers heeft het nodige gedaan aan het zelfvertrouwen. Vooral Dario Svitanić, zijn eerste goal sinds een week of 10. Ja, nou, Dario is ook een speler die natuurlijk een tijd inmiddels weer uit is geweest. Ook zoekende weer is naar wedstrijdminuten. Nou, dat was vandaag een mooie mogelijkheid. Hij heeft wat dat betreft goed opgepakt, goede goal gemaakt. En goed, je ziet ook dat hij natuurlijk even weer moet wennen. Want na een uur zat hij er wel behoorlijk doorheen. Hemos ganado. Eso es lo más importante y obviamente después de haber tenido la lesión es muy importante volver a marcar, así que contento por eso también y bueno, ahora ya pensando en el partido del miércoles. Als je deze wedstrijd meeneemt, wat is je gevoel dan voor woensdag? Het is een totaal andere wedstrijd. Ik bedoel, dit was een wedstrijd die moest je winnen. Dat was eigenlijk zaak 1. En dan uiteindelijk moet je kijken in hoeverre je nog goed kan wisselen. Ook weer met het oog op woensdag. En hoe sneller je dan uiteindelijk afstand neemt, hoe makkelijk je kan wisselen en mensen rust kan geven. Ja, na woensdag toe is erop en eronder. Dat is een totaal andere wedstrijd. En dan zal ook iedereen op een hele andere manier aan de wedstrijd beginnen. Jullie maken je op voor een mooie confrontatie tegen Olympique Marseille op de verjaardag van Ajax. Ja, ik denk dat het aan ons is om iedereen die wat met Ajax te maken heeft, er wat moois van te maken. Het zou echt heel mooi zijn als wij Olympique Marseille zouden kunnen verslaan. En ja, dan ga je toch naar de volgende ronde en wie weet waar het sprookje dan gaat eindigen. Dus wij zullen er sowieso volop vliegen. De wedstrijd is over 3 dagen, dus wij moeten ons goed nu gaan herstellen van deze wedstrijd. En dan hopen dat we er woensdag zullen staan.